Waggel je heen. Ik zie ze daar al zitten. Ze zijn hier aan het naaien. Hier wordt het dekbed eigenlijk vormgegeven uiteindelijk. Ja, de eindvorm. Dus hier komt er een biesje aan de zijkant omheen. Ja. En ook een etiket met wasworstjes er tegenaan. Ja. En een infolabeltje van wat is het voor een dekbed, welke maat heeft het, dat soort zaken. En eventueel een hoeklint. Dit ziet er al veel meer uit als een echt dekbed. Dit wordt een echt dekbed, ja. Je kan je voorstellen dat op al die stations worden diverse dekbedden gemaakt. Die worden aan het eind allemaal weer opgevangen en gesorteerd op karren. En daarna vindt het een verdere behandeling plaats. En in dit geval wordt dit dekbed voorzien van 3 drukkers aan elke lange kant. Ja. Op de hoeken en in het midden. Ja. Dus hier zitten allemaal drukkers op? Hier zitten de drukkers in. Dit zijn de dikke delen, dus de herfstdelen. Ja. Je ziet het aan de drukkers met een pieleke. Ja. Dat noemen we dan de mannetjes. Oké, het mannetje. De dunne delen, die hebben een vrouwtje. Gaat dit in en dat noemen we dan het vrouwtje. Okay. Ja. Wat gedrukkerd is, heb je dunne en de dikke delen, dus de zomerdelen en de herfstdelen, moet samengesteld worden en ingepakt worden. Dat gebeurt hier. Je ziet daar een kar met dikke delen, je hebt daar een kar met dunne delen. Je ziet ook een verschil in hoogte van de kar. Ja, zeker. Oh, hij legt ze netjes op elkaar. Een dik deel en een dun deel bij elkaar. Hij drukt het samen. Dan kan hij met gelijk controleren of alle drukkers wel op de juiste plaats zitten of alle drukkers erin zitten. Hij vouwt het op. En dan gaat zo'n opgevouwen dekbed in een tasje. Dus dit is wat helemaal gesorteerd op maten. Ja. En dan klaar om naar de winkel te gaan. En dan is het klaar voor verzending eigenlijk. Ja. En dat is het. En dat gebeurt allemaal hier. Hier wordt het verzend gereed gemaakt. Uit de computer komt een order. Degene die hier werkt, pakt ze bij elkaar, stopt het in een doos en dan wordt het weggestuurd. Wat is dat indrukwekkend, zeg, om gewoon die fabriek te zien waar dus echte Tesseler dekbedden gemaakt worden. Ik moet je zeggen, nou, dit slaapt volgens mij best lekker en ik heb er eentje mee voor de prijsvraag. Voor de prijsvraag? Eentje? Nee, kijk eens. Wat gaan we hiermee doen dan? Voor de prijsvraag. Dus dit is allemaal voor de prijsvraag? Leuk, hè? Ja, dat vind ik heel erg leuk. Alsjeblieft. Dankjewel en ik vond het zeer interessant. Dat was leuk, hè? Ik heb nog wat. Vertel. Luister. Dit is helemaal nieuw. Dit maken wij ook. Dit zijn soort spreien. Ja. Je kan het ook gebruiken als speelkleed. Je kan het lekker uitklappen en lekker op picknicken. En dat hebben we in allerlei trendy kleurtjes. Bijvoorbeeld roze. Of groen. Groen. Of zwart. Of geel. Wat gaaf, zeg, wat leuk. Je kan elke gewenste kleur krijgen. En dat is precies van hetzelfde wol gemaakt. Hetzelfde wol. Leuk, hè? Dat vind ik heel leuk. Dat is nieuw. Wat leuk, zeg. Nou, dan neem ik het daar ik ook gewoon zeggen, even mee, toch? Mee, je neemt meteen de leukste kleur. Precies. Dit is echt een vrouwenkleur dan, hè? Kijk. Dankjewel, hè. Het was gezellig. Dag, succes. Dank je. Ik had al over een prijsvraag. En dan wil je natuurlijk weten wat je daarvoor moet doen. Je moet even naar onze website gaan en ons een mailtje sturen, want ik wil graag van jou weten van welke schaapsoort de Tesseler dekbedden worden gemaakt. Als jij het weet, ga naar onze website en mail ons. En wie weet dat een van deze dingen binnenkort voor jou zijn.